Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben te maken met een hoge drukgebied en daardoor is het rustig weer. Maar vanuit het noordoosten komt wel bewolking langzaamaan dichterbij. Dat kunnen we ook zien als we de satellietbeelden in beweging zetten. In de loop van de avond en nacht zal de bewolking vanuit het noordoosten geleidelijk aan zich over het land gaan uitbreiden. Maar tot die tijd is het nog behoorlijk zonnig, in elk geval tot zonsondergang. Vanavond dus toenemende bewolking vanuit het noordoosten. In eerste instantie zeker in het zuiden nog wel behoorlijke opklaringen. Overwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 5. En dan komende nacht zakt de temperatuur verder naar waarde tot iets boven het vriespunt. In Limburg kan het misschien nog wel een enkel graadje vriezen. Met daar in het begin van de nacht ook nog een paar opklaringen. Maar in de loop van de nacht raakt het ook daar bewolkt. De wind is zwak of matig en komt uit het noordoosten. Morgen in eerste instantie overwegend bewolkt. En zeker in het zuiden is die bewolking vrij dik, maar neerslag verwachten we niet. In de loop van de middag komen er vanuit het noorden weer een paar opklaringen en kan dus zeker in Groningen, Friesland en de kop van Noord-Holland misschien even de zon schijnen. Het wordt 8 tot plaatselijk 10 graden en er waait een overwegend matige noordoostenwind. Op woensdag en donderdag schijnt de zon flink en is het ook overal droog. De middagtemperatuur ligt dan rond de 9 of 10 graden, eigenlijk normale waarde voor deze tijd van het jaar. Er waait wel een beetje frisse oost- tot noordoostenwind. Op vrijdag draait de wind naar het noorden tot noordwesten en dan stroomt er weer wat frissere lucht het land binnen. Er komt ook wat meer bewolking, maar blijft ook dan nog gewoon droog. De middagtemperatuur ligt rond 8 graden. En als we dan gaan kijken naar de neerslagkansen verder vooruit, dan kunnen we er eigenlijk kort over zijn. Er blijft overwegend droog weer. En dan verder nog naar de temperatuur kijkend. Dinsdag, woensdag en donderdag temperaturen van een graad of 10 overdag in de nacht dicht bij het vriespunt. Dan een aantal vrij bewolkte dagen met temperaturen in de nachten zo rond een graad of 3 en overdag een graad of 8. Daarna zien we dat de dagelijkse gang weer wat toeneemt. Dat betekent dat de nachten weer iets kouder worden en dat het overdag weer iets zachter wordt met een middagtemperatuur rond een graad of 9. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.